Het buurthuis. Het was het hart van de buurt. Er hing een intieme, gezellige, warme sfeer. Het was er altijd erg druk. Er werden allerlei cursussen gegeven. En de ouderen uit de buurt kwamen er vaak eten en legden samen een kaartje of maakten een praatje. Het rook er altijd naar verse koffie en lekkere hapjes. Er werden smartlappen gezongen. De mensen konden zich ontspannen, hun zorgen loslaten. Ze vormden eigenlijk een soort familie. Het buurthuis was min of meer het hart van de buurt. Iedereen kwam er graag, jong en oud. Het had een belangrijke sociale functie. Op een dag ontving het buurthuis een brief van de gemeente. In de brief stond vermeld dat de gemeente flink moest bezuinigen. Els Dekkers, die het buurthuis runde, kreeg een brok in haar keel. Haar hart ging tekeer. Ze durfde haast niet meer door te lezen. Maar daar stond het dan, zwart op wit. Helaas moet ik u mededelen dat uw buurthuis zijn deuren voorgoed moet gaan sluiten. En wel per 1 januari 2020. Els was helemaal ontdaan. Ze voelde zich verraden. Hoe moest ze dit aan haar gasten vertellen? Els zag het even helemaal niet meer zitten. Voor sommige gasten was het buurthuis het enige verzetje wat ze nog hadden. Hun wereld zou instorten. Vooral de ouderen zouden nog meer vereenzamen. Els besloot het er niet bij te laten zitten. Ze belde de plaatselijke tv-zender. Die zouden daar aandacht aan besteden, zeiden ze, maar ze belde nooit meer terug. Ze nam contact op met wat politieke partijen, maar alleen de Socialistische Partij had belangstelling voor haar probleem.